Hey allemaal, vandaag werd ik uitgenodigd op de White Dinner van Friends of the Brand. Allemaal leuke merken te leren kennen, maar ook omdat ik geselecteerd was, of toch benoemd was, als een van de 50 meest invloedrijke vrouwen van België, wat eigenlijk best wel cool is. En toen ik die uitnodiging kreeg, dacht ik echt van, wat? Ik voel me toch wel heel erg vereerd om tot de een van de 50 te behoren. Is toch wel echt crazy, crazy, crazy. Maar het is wel een heel mooi compliment. En daar doen we het ook graag voor. Het diner hield niet enkel het lekker eten in. Maar ook inderdaad kennis leren maken met verschillende brands. En zij maken dus parfum, of ze hebben een heel speciaal naam voor, maar ik weet het al niet meer. Misschien eau de parfum, maar dat is iets anders. Ik denk extract de parfum of zoiets. Mijn Frans is niet het beste. Nee, ze hebben dat dus gemaakt op basis van bloemetjes. En hetgeen dat ik super super leuk vond, was dat wij die bloemetjes ook hebben gekregen. Die zijn echt prachtig. Ze gaan zo snel voor welke volgens mij, maar ik vind ze zo zo mooi. Ik hoop ze nog zo lang mogelijk te kunnen bijhouden en zo goed mogelijk te verzorgen. Daarbij hoorde een parfum. En degene die ik heb gekozen waarvan dat ik vond die het lekkerste rook, was de thee. Ja, het is misschien een beetje raar thee, maar zo noemt het dus. Hier staat Extrait de Cologne is het. Oké, speciaal. Deze rook is super zoeter. Zoeter dan de rest, maar toch heel natuurlijk, want daar werken ze ook wel rond. Maar deze was toch mijn favoriet, dus bij deze. Rogé en Galette. Het volgende waar ik echt totaal omvergeblazen door was, was eigenlijk een product dat ik al super lang wou kopen, maar nog nooit heb gedaan. Geen idee waarom, waarschijnlijk omdat ik te lui was of zo. Maar ook gewoon dat ik niet wist welk merk daar net echt super goed voor was. Ik had er eigenlijk totaal nog geen idee van. En dat heb ik vandaag eens leren kennen en dat is Batiste. En het is droog shampoo. Ik zal even het stukje eraf halen. Droog shampoo is dus eigenlijk voor als je van boven een beetje vettig haar hebt, maar van onder eigenlijk nog perfect droog haar hebt. Ik heb daar soms wel een beetje last van, zeker nu dat ik zo'n keratinebehandeling heb laten doen. Dus dat product blijft 5 maanden in mijn haar. En dat zorgt ervoor dat mijn haar eigenlijk net ietsje vettiger wordt dan normaal. Of toch iets sneller vettiger wordt dan normaal. En daarvoor kan ik dus deze droog shampoo gebruiken. Ik heb het ook ineens in mijn haar laten spuiten om de geur eens een beetje te ruiken. En ook gewoon om te zien wat het eigenlijk doet. En ik merk het echt wel dat echt wel helpt. En je voelt het ook een beetje. Mijn haar voelde net iets glibberiger, zeg maar, aan voordat ik vertrok dan nu. En het ziet er ook absoluut niet vettig uit. Dus dit is echt mijn nieuwe favoriete product. En het volgende had een verpakking waar ik eigenlijk eerst super gelukkig van werd, maar het is ook niet wat je denkt dat het zal zijn. Het is dus een mini pizzadoos. En als je die pizzadoos opent, staat er dit. Echt hilarisch. En dat is ook wel. Een koude pizza is goed, maar nee. En het is dus van Kleintje. En er staat Kleine Baas. Het kleine klopt al. Of dat ik de baas ben, is iets anders. Maar wel een kei top principe met die pizza. Dat ga ik zeker bijhouden. Dan iets dat ik echt nodig heb nu dat ik geen gelnagels meer heb. En dat is namelijk nagellak. Het is van Home, of hoe dat je het ook uitspreekt. En ik ga zien welke kleurtjes dat zijn. Ik heb ze nog niet opgedaan. En de volgende twee kleurtjes lijken eigenlijk heel hard op elkaar. Ik weet niet. Ik denk dat het eerder als een tweede laag dient dan echt als een base. Want het is wel vrij doorzichtig. Voilà, dat waren de nagellakjes. En als laatste dat ik eruit heb gekozen, want er zijn natuurlijk nog meer dingen, maar dit waren mijn favorieten. Het was weer een kei leuke doos waar het er staat
de net open this box. Wat ik dus natuurlijk wel ga doen, want ik kan niet luisteren. En ik ben veel te nieuwsgierig. En dan staat er Time to get naughty. En het is eigenlijk shampoo. Het is een super mooie verpakking met zo'n paars papiertje of een roze papiertje. 97% natuurlijk. To rescue. Of to the rescue. En dit is een moisturizer boost. Een shampoo. En dit is een moisturizer boost conditioner. For frizzy and damaged hair. Dus zoals ik al zei, heb ik net een keratinebehandeling laten doen. En dat is dus net omdat mijn haar echt super kapot was van al die kleuren. En zoals jullie kunnen zien, ben ik nu mijn natuurlijke haarkleur aan het laten uitgroeien. Dus mijn haar is echt al een pak gezonder, maar deze producten gaan daar zeker nog bij helpen. En zie hoe leuk die kleurtjes zijn. I love it. Voilà. Dat was het laatste item dat ik gekozen heb uit deze grote zak van Friends of the Red. En voor de rest was het een superleuke avond. Ik vind dit vooral zo van die leuke gelegenheden waar je eigenlijk de mensen van Instagram echt kunt leren kennen. Want ik ken hen wel, maar toch ken ik hen niet, snapte? En je weet ook niet van, kennen die mij? Of hebben die mij ooit al eens gezien? Of hebben die ooit al eens van mij gehoord? Geen idee. Want ja, dat kun je natuurlijk nooit niet weten. En dat is wel leuk om zo van sommige mensen te horen van, ah ja, maar ik heb wel eens gezien en ik volg u. En omgekeerd. Voor de rest hebben wij lekker gegeten. Vooral het dessertje was zalig. Was van Texas Coffee. Het was een freak shake. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Heel veel snoep. Echt een gigantische caloriebom. Maar oh, zo lekker. Mijn favoriete stuk of stukken waren de jurken van Bloemfeld. Oh my god, zo mooi. Ik kijk keigraag naar CS to the Dress. Ik weet niet of jullie dat kennen op TLC, maar dit overtreft gewoon alles. Ze hadden de beste merken, de mooiste merken. Zoveel glitter, zoveel bloemetjes. Gewoon echt alles wat ik graag zie. Openrug, knopjes, alles was tot in de details afgewerkt. Die kamer was prachtig. Die spiegel met dat licht er rond. Voor de rest, de Dyson vond ik zo cool. Ik dacht vroeger echt van, ah, dat is bullshit. Hoe kan nu zoveel kracht komen uit precies een koker? Daar zit toch niks in, dat is toch leeg? En ik heb dat vandaag geprobeerd. Ik was een filmpje aan het maken van iemand anders. En die stond pak op 3 meter afstand of zo. En dat was echt zo. Ik kreeg echt een hele windvlaag. Dus dat werkt echt wel goed. Ze hebben dat ook uitgelegd. Ik was helemaal mee met het verhaal over die motor en zo. Dus dat is echt iets dat mij is bijgebleven. En ook eigenlijk iets wat super handig is. Want ik geloofde er totaal niet in. Of ik was totaal niet mee met dat product. En nu ben ik echt volledig mee met heel die hype. Dus het is ook echt wel een goed product. Dus ik snap de hype nu ook wel. En voilà, dat waren dan de producten. En nu gaan we eventjes babbelen over mijn outfit. Het is een volledige outfit van de Zara. Behalve de schoenen. De schoenen komen van Primark. En zijn roze pumps. De oorbellen zijn van de Zara. Ze zijn dus goud met van die stenen. Het zijn kleppertjes, maar het zijn ook stekertjes. Dus eerst moet je... Oei, die is al kapot. Ik ga als mama niet zo leuk vinden. Erin steken en dan het kleppertje. Mijn favoriete element van vandaag waren buiten mijn oorbellen. Vooral mijn clutch. Die is van Karl Lagerfeld. En die kan je dus gewoon zo... open klikken. Er zit ook een ketting bij, maar ik kan hem vandaag liever gewoon als clutch dragen. En voilà, dat was het eigenlijk. Ik vond het echt kei leuk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze kleine inside scoop. Als jullie dat zo vonden, geef dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel, heel leuk vinden. Dan kan ik jullie ook allemaal een beetje beter leren kennen. En dan zie ik jullie graag voor een volgende vlog. Voilà, een hele dikke kus van mij voor jullie. En tot de volgende. Ciao!